Terwijl er aan de ene kant van de weg hard wordt gewerkt aan de bouw van het nieuwe trainingscomplex, werkt de selectie aan de andere kant van de weg de laatste training af voor de wedstrijd van morgen tegen Heracles Almelo. En het goede nieuws is, iedereen is fit. Ja, topfit. Ja. Ik heb niet één blessure. Ik heb gezien de training vandaag dat je zelfs twee goede trainingsgroepen kunt maken. Zegt genoeg. Dus ik heb wat blessures betreft iedereen beschikbaar. En ja, de keuze moeten maken in de selectie. En hebben we vandaag gekozen om Chanturia bij de groep te halen. Ten koste van Piroja, die er vorige week wel bij zat. Dat is eigenlijk de enige wijziging. En voor de rest is de selectie hetzelfde. Marco van Ginkel zei het vorige week in een interview al. Het gaat in deze fase van de competitie om resultaten en niet meer om goed voetbal. Duidelijke teksten. Ja, dat we nu aan het einde van het seizoen dat het nadert en dat nou de prijzen worden verdeeld. Dus ik denk dat we nu alleen maar resultaatvoetbal moeten spelen en voor de play-offs moeten gaan. En dan proberen de Europese ticket te veroveren. Ik denk dat we de eerste seizoenshelft op een manier gespeeld hebben die ons heel veel resultaat gebracht heeft. En dat hebben we de tweede helft van het seizoen ook geprobeerd. Maar ik ben iemand die ook van goed en aantrekkelijk voetbal houdt. Ik denk ook dat het absoluut samen kan gaan. Je moet reëel zijn dat na de mindere periode die we gehad hebben, het vertrouwen bij de jongens dusdanig gezakt was. Dat we uiteindelijk, en daar heeft Marco gelijk in, terug zijn gevallen op het oude manier van spelen. En dat kan ook omdat je nu alle spelers daarvoor beschikbaar hebt. En ja, dan zie je dat ze toch weer in staat zijn om dat heel snel weer op te pakken. En dan is ook het vertrouwen en de vorm kan heel snel weer terug zijn. En de laatste twee wedstrijden heb je gewonnen. Verdiend gewonnen allebei. En dat geeft dan ook weer heel veel rust in de eerste plaats. Maar aan de andere kant ook weer heel veel vertrouwen naar morgen toe. Heracles heeft het moeilijk na de winterstop. De Almeloers verloren de laatste paar wedstrijden op rij en hopen in Arnhem natuurlijk op een ommekeer. Ja, maak een heel wispelturig seizoen. Ik heb een beetje het idee en het gevoel dat na de winterstop sowieso hele rare dingen gebeuren in het voetbal. Qua uitvoering, ook qua resultaten. En uiteindelijk geldt dat ook voor Heracles. Ik las ergens dat ze de laatste vier wedstrijden verloren hadden. Dus dat zegt genoeg, maar ik vind Heracles een goed voetballend elftal. Waar traditie altijd lastig tegen hebben, ook lastig om tegen te voetballen. Maar wat ik al zeg, het vertrouwen van de twee overwinningen en ook nog eens een keertje de vier nederlagen bij de tegenstander moeten ons genoeg impuls geven om morgen een goed resultaat te halen. Eerder dit seizoen won Vitesse door dit doelpunt van Guram Kasia onverdiend met 1-0 van Heracles. Het was wellicht de meest gelukkige Arnhemse wedstrijd dit seizoen. Ja, nee, kijk, het was een onverdiende overwinning, maar dat hoort bij voetbal. En we moeten gewoon zorgen en nu waken dat we niet kunnen permitteren om een zeepertje op te lopen. Het is nogmaals, we zitten in de eindronde en we weten en beseffen als team zijnde hoe belangrijk die wedstrijd is. En we gaan er alles aan doen om de punten in Arnhem te houden. En we zijn er klaar voor.